Een duurzaam Haga ziekenhuis. Dat vinden we belangrijk en werken er continu aan. Scherp sturend op een verdere reductie van het energieverbruik. Met een warmtekoude energieopslagsysteem verwarmen we ons ziekenhuis in de winter en houden we het koel in de zomer. Onze begroeide daken helpen daarbij. We bouwden duurzaam aan een helende omgeving voor patiënten en medewerkers en zijn op weg naar een energie-neutraal ziekenhuis. We vernieuwden ons ziekenhuis, met als resultaat comfortabele verpleegkamers met aandacht voor privacy en huiskamers voor ontmoeting. We kregen als eerste ziekenhuis het BREEAM-certificaat voor ons Juliana Kinderziekenhuis, waar we jonge patiënten met afleidende, bewegende beelden naar een operatie begeleiden. Ons innovatielab voor medische en duurzame ideeën helpt daarbij. Waar je als patiënt comfortabel verblijft en gezond en gevarieerd kunt eten. En waar je als patiënt revalideert en als medewerker fit kan blijven. Ons Green Team initieert duurzame acties en maakt plannen met onze milieucoördinator. We gebruiken spatbrillen van gerecycled materiaal en we eten gezond. Tot slot rijdt onze eigen wagenpark steeds meer elektrisch. Zo zetten we samen grote en kleine stappen voor duurzame zorg. En dat blijven we doen. En daarom teken ik vol overtuiging de Green Deal Duurzame Zorg. Wij vinden dat belangrijk.